Het is een complete ravage. De twee zijmuren en de toren staan nog recht. Het orgel hangt tegen de muur, maar dat is alles wat er overblijft van de Lutseluskerk in Diepenbeek. Het dak is ingestort onder het gewicht van de massa sneeuw en overal ligt puin. Alles gebeurde rond 4 uur vannacht. Dit gezin woont vlak naast de kerk. Het was donker, dus eigenlijk zagen we niet echt wat er aan de hand was. En daarna dan begint je te beseffen. Je bent ook in het begin nog niet echt wakker. Je ziet dan ook pas de brokstukken liggen. Hè? Als je nu kijkt, die brokstukken, dat is ongelooflijk eigenlijk. Hè? En als een toren ingestort zou zijn, ik wil niet weten wat er gebeurd zou zijn. Hè? Ongelooflijk, hè. Jurgen Heijlen heeft pas echt geluk gehad. Hij reed met de auto rond omdat zijn baby niet kon slapen en stopte even aan de kerk. Ik dacht eerst dat ze met steentjes tegen de auto aan het gooien waren. Ik kijk rond. Ik hoorde ze tak, tak, tak tegen de auto. En ik kijk rond en zie ik de gevel op een auto vallen. Ik zag zo licht flitsen en van de ramen, denk ik. En zo. Ik zag zo, dat is een seconde, 2 seconden. Deze foto toont hoe de kerk, die is gebouwd in 1936, eruit zag. Nu nog een gapend gat waar de middenbeuk was. Enkele uren voor de instorting zaten er nog honderden mensen in de kerk voor de middernachtmis. Ik denk iets verder. Had daar bijvoorbeeld een paar uren vroeger zo'n geval geweest, dan is het niet te overzien. Dan is het niet te overzien, want dan zat er 400 man onder. Marcel Lutz speelde orgel in de middernachtmis. Ook hij beseft dat iedereen veel geluk heeft gehad. De dienst was ongeveer gedaan rond 1:15. En daarna zijn er nog enkele mensen hier gebleven om op te ruimen. Voor de rest is iedereen naar huis gegaan. En meer weet ik ook niet. Deze morgen gingen we voor de tweede dienst, maar is niet meer gelukt. Ik stond echt perplex, hè.